Onze plannen waren om een wereldreis te maken dit jaar. En wij wilden eigenlijk in april dit jaar weg. En daar werd jammer genoeg een stokje voor gestoken. 8 december knalt er een vrachtschip bovenop onze boot. En de boot tootte los. Daar is het schip ingevaren. Er zat een gat in van 2-3 meter. En eigenlijk was die hele achterste cabine weg. Ja, op het moment dat dat gebeurde, vielen onze plannen volledig in het water. En we waren eerst voorlopig verzekerd. Kuindersma Verzekeringen had het in voorlopige dekking genomen. We hadden nog geen premie betaald, we hadden nog geen polis gezien. Ik denk, oh my god, als dit maar goed komt. Ja, er was veel emotie bij, en, want je leeft naar zo'n reis toe. En dan, maar ja, je zoekt dan toch gelijk weer oplossingen. Maar het was eerst wel even een klap in het gezicht. We hebben gelukkig, samen met de expert en met Kuindersma Verzekeringen, hebben wij eigenlijk een hele goede deal gemaakt. Maar ook met Nautisch Kwartier. En in die combi zijn wij tot de aankoop gekomen van een nieuwe boot. Want de oude boot, als ze die zouden repareren, zou dat duren tot maart volgend jaar. Nou ja, dat was voor ons geen optie. Dit is onze nieuwe trots. Een Lagoon 46. Wij hebben voor een groter schip gekozen omdat die beschikbaar was. Ja, het schip ligt nu weer op precies dezelfde plek. Maar ja, what are the odds? Hè? Hoe groot zijn de kansen dat het weer gebeurt? We hebben allemaal vlaggen in de voorstaan gehangen, zodat het schip goed zichtbaar is. Ja, deze droom, ik ben vroeger als jonge jongen, heb ik een wereldreis gemaakt. 4 jaar lang. Geen geld, werken, overal aan de bak. En toen zag ik die hele mooie bootjes in die baaien liggen. Ik denk, dat wil ik later ook. Dus ik heb dat in mijn kop geprent en ik heb daar naartoe geleefd. En gewacht dat de kinderen de juiste leeftijd hebben en nu wegwezen. Onze plannen zijn dat wij voor onbepaalde tijd weggaan. We zeggen wel eens van, de toekomst is in het zand geschreven bij app. Het kan altijd weer veranderen.